ce casă normal, ce nu vom planuria, vedem unde, amora, vedem unde ajung chiar în pe traduit. Aber die Deutschen, wir haben ja jedes Jahr eine kleine Preisverleihung hier. Nichts Besonderes, eigentlich von der Achsschule, das Airbrush Club in Holland. Und die gibt es ein paar, drei, nur drei, der beste neue, die hier das erste Mal dabei ist, für die beste Painting. Nicht die beste Painting, ich kann nicht sagen, Marisa ist die beste Painting, sagt man allgemein, die neue, die gut ist, die ich selbst gut finde. Und natürlich auch die beste Clubmitglied von acht. Das sind die drei Preise, die die Leute geben. Wir beginnen die beste neue hier. Und da ist sponsert bei Leonard. Und ich denke hier. Keine Ahnung, das liegt. Hey, what happened? A dame here? Some hell can't get to the prize I'm driving. No, good. Yes, I'm home. Are you home? Kissing lady, kissing lady. Okay. That's why you put it in. Dann hat Ach, 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 ausgesucht für die beste Neue, die hier ist. Ja. Markus Enke, Emke. Wow. Hey, was ist das? Das ist Yeah. On each breast. Können wir schauen, was die Foto haben, alsjeblieft? Omdraaien. Omdraaien, jongen. Hey, omdraaien, ja? Ja, oké. Ja, dankjewel. Mooi. Nou, je bent nog niet klaar, hoor. Brian. Brian. Oh my god, the police in or not? Ach, zoals ik gezegd heb, Ach heeft de beste airbrusher. Hij wil zelf vinden van de beste airbrusher. En dat moet niet altijd de beste zijn, maar wat dat zij vinden ook, wat dat het in de sfeer van onderwerp, in de sfeer van alles en nog wat. Zo, die beste airbrusher is niet eenvoudig die beste, het is ook algemeen. Dus wat ideeën, hinten, de hintergrond en wat dat ook alles. En deze prijs, die is gesponsord door Aeroflex. Hey, why did you miss? Is this our crew? I wish all the girls were fucking mine, man. I've got four of them doing it well. First of the best daily 8 lid van de Airbrush School zelf. En dat is gesponsord door Service Almere. Service Almere. Dat is een heel groot pakket. En die lege doos, waar dat ding in gezeten heeft. En dat gaat naar Anton Sluiter. Hey Anton, waar ben je dan? Ja. Kun je even omdraaien, jongen? Ja, je bent het. Ja, dank je wel. Liever bij de meisje even handje geven. Ja, kijk dan. Good morning. Ik weet niet of dat leuk is, maar ja. Even te verklaren, Brian, je werkt voor Custom & Pinstriping Magazine Engeland. Ik denk dat je nu nog altijd in Engeland zit, daarom roept je zo hard. Is je maar bek houden dan? Is dat goed? Proficiat. Hij is er al zo lang bij. Goed, en hebben we dan, en dan de weeprijs. Voor de beste airbrusher, wat ik juist gezegd heb, dat ACT denkt van dit is mooi, dit is onderwerp, dit is alles samen. Daarvoor heb ik een prijs gekregen van, hebben we gekregen van Aeroflex, een mooie prijs gekregen. En van Marissa, dus degene die dat gaat winnen, heeft van Marissa gekregen dat hij 50 euro minder of 50%. Ik krijg 50 euro korting op een cursus. Op een cursus, 50 euro korting op een cursus of 50%, ik vind dat dan wat proberen. Euro heeft het, hè. En ik weet niet wat die Nederlanders hebben, dat is voor een Belg van Jan Peters. Hey Jan Peters, kom maar joh! En dan niet gewoon voor iets te winnen precies, hè? Dat is...
vergeet. Pak eerst de rommel. Eerst de rommel. Ja, en dan Gerrit. Gefeliciteerd, ja. En dan mag je dit gebruikers ook meenemen, maar dat is opgestopt. En dan dat Marissa moet je zeggen, maar even. Mooi. Zo, we hebben nu onze beurs gehad. En ik denk dat we dit 14 jaar in Nederland zijn, denk ik daar. Het is gekomen, eigenlijk de story van de beurs 14 jaar geleden is, ja, Jean-Pierre gaat dat toch vertellen. We hadden een kleine beurs in Diest in België. En Jean-Pierre was daar en die staat dan een tocht met een stuk in, zo'n beetje wagenlechtig. Gaan we dan nu in Nederland doen? Zo een week of twee weken erachter sta ik bij hem thuis en we hebben deze beurs gestart. Voilà. Dat is een grote basis. Eerst in Sertogenbosch, dan in Amsterdam en nu zitten we al 9 jaar hier. Nou, ik hoop dat voor iedereen een aangename beurs was. En het is ook zo, dus wij zijn hier zijn nieuwe bazen. Ik ben aan het proberen van het kunnen uit te breiden, dat we nog iets groter kunnen gaan. Dat we bijvoorbeeld, ik weet het niet, misschien een bodypaint afdeling kunnen bijmaken. Oh, geweldig jongen, ja. En dat we ook nog de mensen die eigenlijk een dobbele module vragen, ook een dobbele module kunnen geven. Want nu is dobbele module 7 meter. En die zet, jij bent er nu ook zo'n beetje, want die zet is eigenlijk ook zo een van de, van hier. Hè? Mm-hmm. En die zet heeft ook dus die sponsort ons ook een beetje met haar mening en zo. En wij sponsoren haar met de Belgische buisjes van Godard. Maar ik bedoel maar, we doen ons best om het hier zo aangenaam mogelijk te maken en zo lang mogelijk te trekken. En spijtig genoeg Theo die vorig jaar, die al die jaren, zeg maar 45 jaar hier, zich helemaal onachter het autotron gezet heeft, die is van gezondheid niet meer. Zo 100%. We hopen dat er nog dikwijls ons komt bezoeken natuurlijk. En we proberen alle jaren hier wat nieuws te maken. En even wat te maken dat iedereen zelf naar deze bus kunt komen. Voilà. Voor die Duitsers, we hopen dat ze zo hangen en mogelijk zijn zullen hier. En dat we weiter machen kunnen. Dat is in kort wat ik in het Hollandisch zo uitgebreid heb. Oké? Okay? Zo, okay. Is pas nog om 5 bouwen we af. Ja hoor. Okay. Ja, om 5 uur breken we af, om 5 uur bouwen we af en ik hoop dat iedereen meehelpt. Het is zo'n Français aussi, als zijn keuken, ze remassent tout le bazaar en toen waren we terug. Heel de bazaar. Ja, het is zo'n Français.